We hebben eigenlijk een heel sterk jaar achter de rug. Dat doet ons ook enorm veel plezier dat we zien dat we, ondanks niet altijd evidente marktomstandigheden, jaar na jaar toch wel kunnen groeien. Bijkomend is het extra leuk als we dan zien dat ja, de klanten die bij ons komen vaak via mond-aan-mond reclame komen. Dus ofwel kennen ze iemand die met ons aan bouwen is of met ons gebouwd heeft. Als we dan kijken naar de toekomst, toe hebben we eigenlijk gezegd dat we willen inzetten op drie aspecten. Enerzijds weten we dat de wereld rond ons continu verandert, klanten veranderen, markten veranderen. Dus wij stellen onszelf opnieuw in vraag, zien waar dat we kunnen verbeteren en proberen dan ook processen verder te optimaliseren. Daarbij hoort een stuk, en dat is de tweede pijler, alles rond energiezuinig bouwen. Daar hebben wij de laatste jaren enorme stappen gezet, zodat we toch wel kunnen stellen dat we vandaag de dag eigenlijk voorloper zijn in de markt. Dus we hebben ook de nodige experts binnengehaald die dan ervoor kunnen zorgen dat ze tijdens het voortrek met onze klanten kunnen samenzitten om te beslissen van kijk, welke investeringen geven welke resultaten op vlak van energiezuinigheid van de finale woning. En dan last but not least, onze derde pijler, en dat is iets waar we heel sterk op willen inzetten op vlak van groei, is het sleutel op de deur verbouwen verhaal. Dus we hebben in het verleden al verbouwingen gedaan voor klanten van ons, dus die met ons een nieuwbouwproject gerealiseerd hadden en dan ook met de vraag kwamen om een verbouwing te doen. We hebben die expertise opgebouwd, nooit effectief in de markt gezet, maar dat is wel de doelstelling om die effectief in de markt te gaan zetten dit jaar. Dus we hebben daar sinds de tweede jaarhelft vorig jaar zijn we daarmee gestart en we hebben eigenlijk al een 20-tal projecten in de orderportefeuille zitten. Dus wij bouwen jaarlijks 85 nieuwbouwwoningen. Dus dat gaat vanaf ruwbouwwindticht tot volledig afgewerkt. Dus een klant kan bij ons eigenlijk à la carte kiezen in het afwerkingsportfolio. Merendeel is wel volledig afgewerkt. Zoals er straks aangehaald, ook op renovatie zijn we actief geworden en gaan we dit jaar een 20-tal projecten realiseren. Daar zien wij toch wel een heel belangrijke evolutie in. Dus wij beginnen onze inspanningen te verdelen enerzijds rond het online marketingverhaal en anderzijds blijven de beurzen natuurlijk belangrijk. Als we dan specifiek naar de beurzen kijken, dan start ons beursseizoen met de bouw- en renobeurs in Antwerpen. Daarna doen wij Batibouw. Dan einde van het jaar in oktober meestal is dat BizBeurs in Gent. En dat kadert dan in onze strategie om actiever te worden in West-Vlaanderen. Dan op het einde van het jaar november doen wij ook nog de beurs in Kortrijk. Ik denk dat het eigenlijk volledig uitgedrukt wordt door onze slogan, bouwen in vertrouwen. En wij zien dat eigenlijk op twee vlakken. Dus enerzijds bestaan wij sinds 1974, wat betekent dat wij 43 jaar ervaring hebben. En garant staan voor kwaliteit. Dus we zijn wel een naam die in de markt bekend staat om kwaliteitsvolle woningen te bouwen. Dat is één aspect van onze slogan, bouwen in vertrouwen. Anderzijds is het ook heel belangrijk, omdat er toch wel een serieuze financieel plaatje aanhangt voor onze klanten, om heel transparant te zijn op prijzen. En dat vertrouwen willen wij ook elke dag opnieuw verdienen in onze prijszetting. Dus wij geven heel gedetailleerde offertes. En ook als er zaken gewijzigd worden tijdens de uitvoering, geven we daar enorm veel transparantie op. Dus eigenlijk zijn wij specialist in maatwerk, zowel op bouwtechnisch vlak, maar ook op financieel vlak. Het is geen gemakkelijke vraag, maar ik zou eerder naar de popmuziek gaan. Dus belangrijk toch naar een muziekkeuze te gaan die zijn eigen doorheen de jaren heeft bewezen. Dus niet een eendags muziekgenre. Dus pop zou ik dan kiezen, wat toch wel authentiek is. Ook voor iedereen toegankelijk. Kwaliteitslabel verdiend heeft. En dan ook zou ik eerder naar een groep gaan, omdat een bouwtraject is toch iets dat je en groep realiseert met een sterk team van mensen. En dan zou ik A Kind of Magic van Queen kiezen.